Hoe stoer is dit? Hoe cool is dit? Anderhalve salto voorwaarts gehurkt. Sonja, ik mag niet partijdig zijn, maar als jij niet de halve finales haalt, spring ik vandaag nog met kleren en al in het water. Hoe cool is dit? Nu, ik mag wel enthousiast zijn, maar vooral de jury moet enthousiast zijn. Frans. Ja, je zag natuurlijk die opgewonden blik weer in mijn ogen. Maar dat kwam door die sprong. Dat was echt een sprong om verliefd op te worden. Een hele krachtige afzet. Nou, dan zie je het adrenaline zit dan toch in je lijf. Waardoor je iets te hard draaide om daar bij je landing. Maar een anderhalve salto met zo'n opzet en zo'n mooie compacte houding. Proficiat. Proficiat. Anna. Honestly, I think I should read some of your books. You look in great shape and you're able to face a really tough challenge because you chose a quite complicated dive with multiple rotations, which is really hard to spot and to know when to come out. And for me, you did it perfectly. And I think Niels will have a hard time to top your dive. Goed, en tenslotte Fred. Ja, Sonja. Je hebt vanmorgen duidelijk wat extra granen in je synergiebrood gedaan, want dat was een fantastische sprong. Echt waar, heel goed uitgevoerd. Je hebt het niet alleen Niels heel moeilijk gemaakt vandaag, maar ook de andere goede prestaties die we al gezien hebben. Dat horen we graag, juryleden, maar toon dat dan maar in de punten. Frans. Een 7,5. Anna. Een uitstekende sprong, 7,5. Fred. Ja, toch een sprong van een heel hoog niveau. Ik geef een 8,5. Voilà. Mooie punten, dat horen we heel graag. Zullen we eens kijken wat dat met de tussenstand heeft gedaan? De tussenstand graag. Dan zien we dat Sonja 23,5 heeft. En dat die op de tweede plaats is gekomen. Dat is helemaal niet slecht natuurlijk. Ik ben aangenaam verrast. Goed, ga jij nu maar al supporteren voor Niels. En als u, dames en heren, de anderhalve salto er best vond goed uitzien, dan moet u stemmen op Sonja. U wil haar natuurlijk in die halve finales, wel loon haar dan. De VTM-app maakt het u heel gemakkelijk. En ook stemmen op vtm.be is zo gebeurd. Of u sms't gewoon Sonja naar 6677.